vast aan het maken, zodat dat ik geen breuk kan maken. Zodat het netjes en veilig bij de klant aankomt. Nou, zoals je ziet hebben we de vrachtwagen helemaal volgeladen. En we gaan nu het hele centrum in. Om even te knallen. En even de rest van Amsterdam te laten zien. Kijken hoe het werkt. Welkom. We zijn aangekomen bij de plaats van bestemming. Hartje Amsterdam, ouderzijds. En we gaan nu even laten zien hoe we de klant gaan voorbereiden. Om te zorgen dat de klant tevreden is. Zie je. Voor de veiligheid zetten we de rolstoeltjes open. En dan komt ie. Kijk zo. Hey, go away. Good morning, sir. Heineken in de building. Kijk, we hebben toegang. En als beloning krijgen we gewoon lekkers om de dag door te komen. Heerlijk. Klus klaar. Op naar de volgende. We gaan nu achteruit. Want er staat dat verderop is geblokkeerd. Dus dan zoeken we even een andere optie om te zorgen dat we bij de eerstvolgende klant komen. Dus daar begeleid ik mijn collega eventjes. Wat eigenlijk niet nodig is, omdat we nou een kamer hebben. Maar ja, met de tweede man erbij is het altijd makkelijk, weet je. Met vier ogen zie je meer dan twee. Goedemorgen. Good morning. Komt-ie. Nou, door middel van de stickers die op de kannen staan, dan, zeg maar. Dan kan je zien, zeg maar... welke klant het is? Voor welke wagen het is, voor welke dag het is, waar de klant is, waar het is. En ik vond het altijd zo gemakkelijk als je gasten ziet. Soms is het een strijd. Karretje leeg, op naar de emballage. En de klant wil natuurlijk wel zijn geld terug, hè, natuurlijk. Yes! 28. Ook meteen vertalen natuurlijk. We zijn er weer hoor! Binnen standaard. Dit weet. 61 Oké. Okay. Ja, toch? Moet je verder? Ja, maar even snel wat. Ja? Snel wat, ja. Snel. Nou, zoals je ziet, we worden overal verwend. Dag jongens. Ja, dat wel. Ik zie je nog niet. Daar gaan we weer. Op naar de volgende. Oh yes. Oh, deze is niet van de klant. Dus die laten we dan even buiten. In Amsterdam kan het gewoon. Je zou het niet zeggen. Maar het kan gewoon. Het kan gewoon. Je kan het gewoon laten staan. En als ik terugkom, staat het er nog steeds. En waarom? Omdat hier in Amsterdam zijn er nog meer ogen op je gericht. Daar heb je geen camera's voor nodig. Daarom.
Kijk, en dan, hey, kijk eens, sesam, open nu. Lekker hoor. Dus, en, zoals ik al zei, hij staat er nog steeds. Hij staat er nog steeds. Ja, een beetje buiten adem, maar goed, dat hoort bij het werk. Dus eventjes bijkomen, even dadelijk even een lekker bakje doen. En dan gaan we weer naar de volgende klant. Met een glimlach. Ja, ja. Ja, da, 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 da. Worden weer verwend. Alleen maar suikers. We worden gewoon gehouden, dat is het hoor. Echt hè? We zijn er weer. Ja, ja. Yes, hot chocolate in the building. Yes, 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 yes. Smaak. Mm. Even kijken, ik ben even de tel kwijt. Ik denk dat het de vijfde klant is. En we staan nu op Hartje Nieuwmarkt. En dan gaan we Café Del Mondo aan de overkant gaan we even leveren. Die heeft vandaag niet zoveel. Dus ja, zoals we te werk gaan. Klepje open. Spulletjes pakken. Maar nu hebben we nou wel een kelderklantje. Dus nu gaan we even een beetje actie erin gooien. Hoe is het? Kijk eens. Ja, lekker. Waar is dan? Ja, lekker, lekker, lekker. Hey, ik wil weer even langskomen, hè. Hoe nu is je en een handtekening van goed gedrag. Oh, yes. Als je dat maar even. Wil je bommen? Ja, doe maar. Yes. Proost. Dat zijn de sleutelklanten. Da 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 da. Hoppie thee. Gaan we weer. Ik, laat me zo zeggen, ik werk 14 jaar. Nou, ik jok. Ik snoep er even een heel jaartje bij. 13 jaar bij Simon Loos. En ja, ik vind het werk leuk om te doen. Het is wel redelijk zwaar werk. Maar ja. Het is gewoon wel te doen als je gewoon met de benodigde behulpmiddelen, zeg maar, als je die gebruikt. Dan maakt het werk wel wat lichter. Maar ja, het buitenwerk is lekker. En de mensen die je ontmoet. En ja, de vrolijkheid. Ik maak mensen vrolijk, mensen maken mij vrolijk. En ja, ik ben blij met het werk gewoon. Ja, je hebt je vrijheid, weet je. Dus je kan even je eitje lekker kwijt. Dat is het dan gewoon. Dus ja, we proberen het zo lang vol mogelijk vol te houden. Wil je zelf toch je rijbewijs gaan halen? Ja, dat is wel mijn ambitie om te halen. En dan ja, om zelf te knallen door de grachten. Dat vind ik wel mooi. Nou kijk, ze worden al ongeduldig omdat ik natuurlijk een fotomodelletje ben natuurlijk. Maar kom maar, we gaan. Ondertussen ben ik er ook alweer 4. Ik ben lang weg geweest. Bijna 7 jaar, heel veel andere dingen gedaan. Kijk, ik heb vuilnisauto's gereden hier in de stad, andere, Henk Smit, Grols en andere dingen. Sorry, ik interview je wel even. Huh? Ik interview je wel. En niks is hetzelfde als dit gewoon. Je bent Heineken, die auto's, dit werk, dit is al zo oud hier, dit is zo geïntegreerd hier in de stad. Mensen weten niet beter. We mogen alles, we krijgen de gelegenheid en de kans, de waardering. Hier en daar. Het is nergens anders zoals het hier is. Nergens. Ja. En niet anders, toch? En niet anders. Kijk, dat is je. Coachie! Morning!
Hey. Ja, tuurlijk. Het moet gewerkt worden, Marco. Oh, sorry. Even een 10 minuten. 15 à 10 minuten. Je mag het proberen. Moet je daar zijn? Top. Ja. Coachje. Nou, dit is dan de bierkel. Hier gaan alle vaten in van de klant. Ik zal het even laten zien. Hoe het zeuren gaat. Ja hoor. Kijk. Hop, die twee. Ribbers. Juist. Ja. Waarom ga ik mee als bijrijder? Nou, je ziet het. Omdat de chauffeur is niks aan. Omdat je natuurlijk kelderklant hebt, ja, en als je ziet hoe diep het is, ja, dan heeft hij iemand nodig om het aan te geven. En daar heb je een echte bijrijder voor nodig. Wel een topper, hè, van een bijrijder. Ja, zoals ik. Kijk, daarvoor top. Top. Nou, de klus is weer geklaard. Emballage gaat in de kar, de fuster. Bijvoorbeeld elektrisch rijden. Elektrisch is het beste wat er is. Nooit meer een diesel voor mij. Waarom? Het is gewoon veel beter. Het geeft zo'n rust in de rij. Geen herrie, geen trilling, geen warmte. Je hebt gewoon... Ja toch? Je bent niet helemaal doorgesaasd als je thuis komt. Het is voor mij niks anders meer. Oh yes. Dit is mission complete. Ja? Let's go dan. Hij filmt ook compleet eromheen. Je kan echt de mensen eromheen zien lopen, gewoon. Aan alle kanten. Zet je knipperlicht aan, heb je camera rechts. Nee? En nu kijken we naar rechts. Ja. En nu kijken we naar links. En achteruit. En de klep komt tot het rode lijntje. En als die op de grond ligt, ligt hij er iets onder. Dus als je dat in de gaten houdt, dan kan je echt. Precies neerleggen gewoon, waar je wil, altijd recht voor de deur. En het is best wel mooi. Oké, nou, dat was de eerste rit. We zijn net klaar met lossen. En nou zijn we op, aan de andere kant bij de laadafdeling. Om onze tweede ritje op te halen. Zodat we weer een beetje actie kunnen doen en een beetje modeshow kunnen maken en zetten in de wijk. En ik denk wel dat het een uurtje of 3-4 wordt. En dan gaan we daarna met gierende banden lekker naar huis. Dankjewel voor het meekomen, was gezellig. En next time, still strong. Ja, applaus. Oh! Ja man. Lekker. Yes.